Primeira. Zingen door de leerlingen van groep 5 en 6 van de Wegwijzer. Een speciaal lied voor ons gemaakt. En ik heb nog niet eens iedereen allemaal hartelijk welkom geheten. Natuurlijk fijn dat jullie er allemaal zijn. Officiële opening van het deel van Philadelphia. 30 mensen die hier vanaf januari komen wonen. Eerder al mensen die je dagbesteding uitvoeren, geweldig. We zijn heel blij met elkaar, het gaat ontzettend goed. En om dat te benadrukken, en ik weet niet of iedereen het heeft gezien, maar onze burgemeester met een paar cliënten van Philadelphia heeft zojuist de vlag van Philadelphia naar de top gehezen, naast de vlag van IJsselmeer. Willen wij vieren, dat je hier fijn wonen mag. Zie al die mensen. Activiteiten, activiteiten, Vijverhof is kampioen. Zorg om maar dingen steeds weer te doen. Van harte, nou, kijk, mensen. Het zijn hele mooie tekeningen die jullie gemaakt hebben, maar het staat ook heel vaak op. Eigenlijk op iedere tekening staat welkom, 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 welkom. Nou, dat is geweldig. En ik kan je wel vertellen in de afgelopen tijd, in de samenwerking met de mensen van IJsselheen, het is hier een fantastisch welkom en heerlijk wonen voor onze mensen. Nou, beste mensen, dankjewel. Ik vind het een groot voorrecht om als burgemeester hier iets te mogen zeggen, maar dames en heren, mooiere woorden dan de groep 5 en 6 juist heeft gezongen, 5 en 6 van de Wegwijzer, kan ik eigenlijk niet vinden. Ze hebben in hun lied werkelijk alles gezegd. En daarom wil ik volstaan met een hartelijke felicitatie aan de bewoners. Ik sprak net Rick, die staat hier naast mij, die zei: ik heb nergens zo mooi gewoond als hier. Nou, die heeft enige ervaring. Ik denk dat hij ook namens de andere bewoners spreekt van Philadelphia. Dat geldt natuurlijk ook voor de bewoners van de Vijverhof. Ik had 2 bossen bloemen bij me. 1 voor IJsselheem en 1 voor Philadelphia. En ja, die wou ik graag aan de vertegenwoordigers aanbieden. En een hele goede voortzetting met elkaar.
Maak een daverend applaus voor de bewoners. Tot dit prachtige wooncomplex uitgegroeid, waar ouderen met en zonder een verstandelijke beperking samen wonen en samen werken. Er wonen 30 bewoners in echt prachtige appartementen. Ik denk soms zelfs een beetje jaloersmakend als je langsloopt bij die mooie appartementen en die mooie groepsruimte. En ze zijn ontzettend trots, want eindelijk nu, dan toch, op hun wat oudere dag, hebben ze een eigen appartement met een eigen keuken, een eigen natte zeil en eigen ruimtes. En dat is toch wel een ongelofelijke verbetering. Om van het ene appartement naar de groepsruimtes te gaan, ik denk dat het voor de gezondheid van de medewerkers wel goed gaat komen. Delphia is er ontzettend trots op dat we in IJsselheem zo'n goede partner hebben gevonden om mee samen te werken. We merken dat op alle niveaus en op alle mogelijke manieren. Bedankt medewerkers van IJsselheem, van de technische dienst, van de huishouding, van de zorg en van de directie. Maar vooral ook bedankt bewoners van IJsselheem, omdat jullie ons echt een gevoel van welkom geven. En het gevoel hebben dat we hier echt er mogen zijn. En voor mij zal de rode loper daar echt altijd symbool voor blijven staan. Hij ligt er nu ook weer. Maar dat is voor mij onlosmakelijk vanaf nu het IJsselheem verbonden. In de eerste plaats, Alkina, dankjewel voor je mooie woorden voor IJsselheem. Graag deze woorden ook weer terug. Ook Philadelphia, hartelijk bedankt zeg maar, dat jullie hier zijn. En de reuring die jullie in dit gebouw brengen. En de samenwerking die fantastisch was. Heel fijn. Burgemeester Koelewijn, ook bedankt voor uw woorden. Mooie woorden en woorden zeg maar, die ertoe doen van met elkaar. Maken we zeg maar, de Vijverhof en leven we de Vijverhof en zorgen we dat het een locatie is die ertoe doet. Absoluut. Hij vermeldde, een geclusterde vorm is prima, maar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe vormen voor wonen en zorg. Het verzorgingshuis was een oplossing van vroeger en hij zei, we zijn op zoek naar oplossingen voor morgen. Nou, ik kan u zeggen, hier in de Vijverhof, hebben wij een oplossing voor morgen. Een unieke formule gevonden waarbij het woon- en leefplezier voor beide groepen toeneemt en meerdere faciliteiten kunnen blijven bestaan. Daarnaast wonen er ook mensen hier, cliënten met een intramurale indicatie, maar ook oudere cliënten die een appartement huren en thuiszorg krijgen. En cliënten die zelfs een verpleeghuisindicatie of zoals dat tegenwoordig heet, een indicatie voor zorg met behandeling nodig hebben. Daarnaast zijn we ook, de burgemeester zei het al, een kamperkrachtlocatie. De Vijverhof is een huis voor velen. En ik ben er ongelooflijk trots op dat we dat met elkaar hebben gerealiseerd. Ik feliciteer Philadelphia. Ik feliciteer jullie als cliënten die hier komen wonen in prachtige appartementen. En ik feliciteer mijzelf, IJsselheem, ook met deze mijlpaal. Dank jullie wel en we gaan er zeker op door.